Ik ga jullie laten zien hoe je twee benen aan elkaar kunt haken. Deze zijn van mijn koala, maar je kunt het ook gebruiken voor mijn andere patronen. Ik ga nu beginnen in de eerste toer van het lichaam. Ik ga nu 10 vaste haken in deze eerste toer in de been. Dus 1 vaste in elke steek. En dat 10 keer. Nu pak ik het eerste been erbij en ik ga beginnen in de eerste steek van de laatste toer van het been, waar ik dus de halve vast in gemaakt heb. Daar ga ik beginnen en ik ga rond het hele been haken. Dat betekent dat ik 20 vasten moet haken, 1 vaste in iedere steek. Zo, nu ga ik verder in de 11e steek van de tweede been. Ik was net geëindigd in de 10e steek. En nu ga ik verder in de 11e steek. Daar haak ik ook weer 1 vaste. En in de volgende 9 steken ook weer 1 vaste. Tot ik helemaal rond heb genaaid. En nu is mijn eerste toer af. Zo haak je dus twee benen samen.